Wat zie je dan met een kater? Yo gasten, je ziet de slingers nog hangen van de verjaardag van Jamie. Gisteren. En waarom ben ik ook weer rot? Draaien in Dordrecht viel gewoon mee. Tienerfeest, Wendy reed, kinderen sliepen lekker bij opa en oma. Bardo ook lekker bij opa en oma, mijn ouders dus in dit geval. Maar hoe ben ik nou zo rot gekomen dat ik gewoon... Ik moest vroeg draaien, 10 uur, we reden terug, een uurtje rijden terug naar Almere. En toen ging ik met Wendy wat doen, we waren 12:30 thuis. En toen gingen we... Toen gingen we ook weer doen. Oh ja, goed idee als je 40 bent. Ik dus, en over een paar dagen ben ik 41, 2 mei om precies te zijn. En Wendy is 38 en een heerlijke milf. Maar het is niet slim als je om 12:30 dan vanuit Dordrecht terugkomt. Wendy gereden, ik had 2 drankjes genomen, Dordrecht 2, wodka, gewoon 7-up lekker. Om hier dan snel een dropshot achterover te gieten, Wendy ook, een taxi te bellen en nog even de stad in te gaan. En pas om 12:30 in de stad aankomen bij Anno, de grote markt in Almere. Niet gesponsord video of zo, het is gewoon een leuke tent in Almere. Maar heel veel publiek komt ook gewoon van 30 en 60, 40, maar in ieder geval 21 plus tent. Is niet slim. En Wendy ook snel drinken en Wendy kan niet tegen drank. Wendy, ja, we hebben nog ook echt gewoon, moet ik even zeggen, het is 16 plus misschien zelfs. Hele goede seks gehad natuurlijk zo, dat heb je dan eens uit geweest met zo, we waren 4 uur thuis. Wendy nog even lekker een half uurtje sliep ze en toen werd ze wakker. Toen hoorde ik even, heb ze echt de hele badkamer lekker ondergespuurd. Hartstikke leuk. Dat is leuk, hè, DJ Gig. Als het elke keer zo gaat, hè, het gaat steeds vaker geboekt worden, dan wordt het nog wat. Maar dat was wel leuk, het draaien was leuk, apparatuur was niet perfect. Het was wel een leuke setting verder, er waren niet zoveel mensen, zo'n klein zaaltje maar. Er kunnen maximaal 100 mensen in. En er was met het crew mee en zo, waren denk ik 60 mensen geloof ik. Maar dat is wel lekker, gewoon lekker draaien, heel kleine setting. Nog zelfs minder natuurlijk als bijvoorbeeld bij de YouTube gathering bij de afterparty. Maar niet uit, dat is wel heel erg leuk. En daar gaat het om. Alleen daarna, wow, ik heb... Niet echt een kater gehad de laatste keer dat ik dat gehad heb. Echt zoals nu, tijdens een feestparty zo. Maar ik ben brak. En dat valt nog mee. Ik ben natuurlijk gewoon lekker, maar ik zie er eigenlijk niet echt uit, denk ik. Voor mijn doen dan, hè. En dit is gewoon gameplay die je ziet. Dat is Call of Duty Black Ops 3. En het is combined, het is hardcore. En het is van echt een maand geleden zo, met een Silent Scuda. Natuurlijk, ik heb toen even weer een weekje, anderhalf week, gewoon veel Call of Duty gedaan. Ik heb wat gameplay samen. En deze zag ik staan. Ik geloof dat 30-4, dat is opgeslagen. 30-4. Is best wel goed. Combine, leuk map op de, zoals je ziet, Xbox One. En ik speel iets met de PlayStation 4, maar dit is nog Xbox One gameplay. Ik wist een beetje af, gewoon lekker. En zoals je ziet, mijn laatste upload is al even donderdag, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat was dus mijn winst van Fortnite. De jongens hebben ook niet opgenomen. Druk weekend gehad. Jamie was natuurlijk gewoon jarig gisteren de hele dag. We hebben ook visite gehad, we hebben extra dingen gehad. Ik weet niet, het was echt druk de afgelopen dagen. Kingelut was ook voor mij ook donderdag online, of vrijdag, ik weet niet, even die dagen. En dat doet ook weer eventjes, voordat het komt, het is morgen of overmorgen. Dus het is gewoon heel erg druk en je ziet, ik ben gewoon helemaal naar het tyfus. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een keer een kater commentary maken. En laat het ook achter, als je bijvoorbeeld al 16 min 28 bent. En wanneer je boven de paar leeftijd heb je ook al vaak een kater. En hoe voel je dan? Wat is nou eigenlijk een kater? Ja, ik heb liever een natte poes dan een kater natuurlijk. Nee, een kater is echt gewoon, ja, ik ben ook depressief. Ik ben er gewoon een beetje zo down en zo. Ik weet niet, ja, je hebt wel nergens zin in. Een beetje voetbal gekeken, het schakelprogramma op Fox. En het gaat ook helemaal nergens over. Het gaat echt, het voetbal had net Ajax, AZ was niks aan, 3-0. Feyenoord had er geen zin in tegen Sparta. Tegen Sparta, die worden nog wel, maar het gaat ook nergens over. Het is echt zo'n periode dit. Het is nog net geen mei. 2 mei ben ik jarig, dan begint het echt in mei. In mei ga ik heel erg vets doen. Niet in Nederland, maar dat hoor je wel. En in juni natuurlijk ook de E3 bijvoorbeeld in Amerika. Ah, dat soort dingen is gewoon, dat komt er weer allemaal langzaam aan. En zomervakantie zijn we nu een beetje aan het plannen. Gaan we, waar we heen gaan, waarschijnlijk in Spanje. Gewoon een hele vette klok staan natuurlijk. Ik heb toch gewoon, daar krijg je energie van. En ik had gisteren heel veel energie. James' verjaardag. En daarna was ik gewoon, maar Dordrecht, Wendy, ik reed heen. Ben je een beetje, Wendy terugrijden. Ik had 2 drankjes op, gewoon veilig. Wendy rijdt, Wendy was een tour manager mee. En dan hebben we zo'n stom idee, mijn idee, want ik had al 2 drankjes op, ik had zin in de auto, lekker Slam FM aan, en muziekje erbij, en heb je gewoon zin, en ik wow, nou Slam FM, ik weet niet, het heet gewoon Slam tegenwoordig. En ik zit gewoon, ik denk, oh, ik heb gewoon zin om gewoon lekker, even te gaan stappen. Lekker, mijn tweede kinderen zijn, zei ik, die zijn bij mijn ouders in dat geval, ze zeggen, we kunnen gewoon lekker stappen. En dan hebben we altijd echt maar die hele goede seks ook daarna, dus dat had ik gewoon zin in. Ik zeg, ik betaal alles naar ons geld, zoek samen. Ik zeg, ik betaal alles van die YouTube, maar niet gewoon. En we waren natuurlijk veel te veel geld, de taxi is al 30 euro, hè, 15 euro terug. Ja, je weet hoe het gaat, ik gaf rondjes aan mensen die ik nog van vroeger weer ken. Die dan tegen, die geef ik ook gewoon wodka weg en zo, dat moet je ook niet doen.
En toen ik thuis kwam, ja, dan heb je hele goede seks. Dat duurt even, nou, het is 10 minuten. Misschien een kwartier. Daarna kotst Winnie de Bewonder. En ik kijk in mijn portemonnee, al het geld weg. Toen zeg ik, oh, dat valt, nou, valt mee op de kop gemaakt. Ik zeg, nee, je hebt ook met je pinpas al zitten betalen. Nou, ik, oh nee, dat kan tegenwoordig. En dan ga je in een bar, huppakee, fooi erbij. En dan, lul ben ik. Ik ben echt een lul. Maar het was wel leuk. Een leuk weekend en soms kost dat geld. Alleen de afterparty is dit dan. Dus vandaag zondag is dus de afterparty. Die is wat minder. Want ik voel me gewoon kut. En eigenlijk gaat deze hele competitie nergens ook wel wat katerig. Laat ook gewoon achter in de reacties of je liever een natte poes hebt. Of een kater na een leuke stapavond. Of beide. Je kan ook een hele leuke stapavond hebben. Dan een hele natte poes. Zoals ik gisteren had. Mee naar huis nemen. En dan de volgende dag met een kater zitten. Zoals ik nu heb. Dus eigenlijk was de full package. Had ik de full package. Ik kijk even, 30-4 had ik, ja. Nou, dit is gewoon even een video, want ik denk, ja, dit is gewoon te lang niet zo lang gekomen. En een commentary heb je zo gemaakt. Zelfs dit is een slechte commentary, die helemaal nergens over gaan. En dan morgen weer live op maandag opnemen als het lukt, want het is tegenwoordig heel lastig. Anders komt er een Fortnite video. En morgen of dinsdag weer King Alert. DJ gaat heerlijk, lekker mee door. Dat kost wel heel veel tijd, maar het was echt vet. Het draaien steeds vaker. Binnenkort een track uit met grote DJ's samenwerken en zo. Heel erg cool. Likes, later.